Jongens, vanavond leggen jullie bij mij in de pan. Ik ben op het eiland Tiengemeet om een lokale specialiteit te proeven. En de lokale specialiteit vliegt hier in de rondte. Zie je ze? Ga ik eten. Om deze wilde gans te proeven moest ik eerst met de pont naar Tiengemeet en toen een heel eind lopen naar de herberg van Hans en Maya. Leuk, zo'n streekproduct, maar waar komen die ganzen nou precies vandaan? Grofweg Zuid-Holland. De ganzen die je op je bord krijgt is puur overlastbestrijding. Nou, soms dan zitten er gewoon echt duizenden bij elkaar en is het echt een herrie als ze opstijgen. Ja, dat denk ik ook wel. Wel gaaf. Ze maken er allerlei hele lekkere dingen van. En dat komt keurig verpakt bij ons aan. En dan hoeven wij het alleen maar te bereiden. En dat doet chef Jacqueline. Ze serveert de gans met cranberrysaus, groenten en aardappels. Soms als je hier naar je werk komt, dan zie je natuurlijk heel veel onderweg. En dan denk ik altijd van, jongens, vanavond leggen jullie bij mij in de pan. Hoe smaakt een gans eigenlijk? Ja, ik vind het stoer vlees. Dus ik wil zeggen, dat schiet iemand die niet van vlees houdt niet mee op. Maar rundvlees is ook stoerder vlees als varkensvlees. Het is een lekkere, echt dat je vlees proeft. Oh, het ziet er lekker uit. En het is heel sappig. Het smaakt helemaal niet naar vogel. Het hertenbiefstukje, daar lijkt het eigenlijk het meeste nog op. Lekker hoor.